Iets nieuws onder de zon en vandaag brengen we een beetje lectuur, want niemand minder dan Erik Segers is mijn gast. Erik, ik vind het een beetje bijzonder. De rollen zijn een keertje omgedraaid. Ja. Want ik ken jou natuurlijk vooral als journalist. We hebben elkaar eigenlijk al regelmatig gesproken, maar we hebben nog nooit samen zo'n televisie-interview gedaan, nee, hè? Nog nooit. Nee. En bij deze is het mijn beurt om jou eens op de rooster te leggen. Oh. Nee, we houden het heel lief en we houden het heel amicaal. Maar jij bent veel meer dan journalist. Jij bent ook schrijver. Ja. Je hebt al een aantal boeken uitgebracht en we zijn hier vandaag om te praten over het nieuwste exemplaar. Niets is alles wat er is. Ik vind dat een onwaarschijnlijk krachtige zin. Absoluut. Het is ook een onwaarschijnlijk krachtig boek. All right. Het is een intrigerende titel. Ik begin altijd een boek met een titel die net te binnen schiet. En je kunt daarover nadenken. Het klinkt filosofisch. Je kunt er alle kanten mee uitgaan. En wat ik in dat boek doe, is heel veel spelen, woordspelingen op niets en alles. De paradoxen verwerken en gebruiken van het leven. Maar het is een beetje filosofisch. Mijn hoofdpersonage is een jonge student filosofie. Ja. Dus vandaar wel een beetje filosofisch inslag. Maar wees niet bang, het is geen zwaar filosofisch. Het is een luchtig iets om te lezen. Het is een luchtig. Ja, ik hoor al van veel mensen die het gelezen hebben. Ze het super fijn vinden om te lezen. Dat het super vlot leest. Het is echt een leuk verhaal. Okay. Het is ontspannend, maar het is ook wel spannend. En het is hilarisch, grappig en ook wel erotisch. Dus het zit er eigenlijk allemaal in. Het totaalpakket wat je zoekt, voilà, zit in het boek. Twijfel niet, wat ga pakken, een spannende roman of iets. Nee, neem dit. Het zit er allemaal in. Zit er allemaal in. Niets en alles. Ik heb me ook laten vertellen dat hij best goed ontvangen wordt door Vlaamse zangeressen. Is daar een speciale reden voor? Worden we daar een beetje in vernoemd of sluit het erg aan bij wat wij doen? Of waarom is dat een succesverhaal? Waarom er Vlaamse zangeressen dat goed vinden, is misschien omdat ik Vlaamse zangeressen heb geïnterviewd. Aha, vandaar. Die misschien dan nu een andere Erik leren kennen. Ja, en dan komt er wel eens te sprake dat ik boeken schrijf en dan zijn die mijn boeken beginnen lezen. Hè, zoals Norma Hendy was er fan van. Nu Anja Jelles is fan geworden en vindt het superleuk om mijn boeken te lezen. Ja, bij deze. Ik beloof dat ik jou binnenkort verslag uitbreng. Ja. Of ik het ook leuk en luchtig vond om te lezen. Maar ik moet zeggen, ik vind het een zeer uitnodigend boek. De cover en zo, heel mooi. Cover gemaakt door mijn echtgenote. Dat wou ik vragen. Ah, dus jouw echtgenote zit ook mee in het verhaal. Ja, wij hebben samen ons bedrijfje opgestart, Good Stuff Books, 5 jaar geleden. En zij is layouter. Oké. Zij maakt de layout van al de boeken. Werken jullie dan samen aan de layout? Of zeg jij van, ik heb een bepaald idee? Ik heb meestal een idee. En zij werkt het uit. Ik heb soms visuals en zo. En hop. En heel korte tijd maakt zij er iets moois van. Of doet ze een paar voorbeelden. Zeggen, oh, prachtig. Ja, alright. Zij maakt dan bladwijzertjes en zo. En affiches. En fantastisch. De accessoires die bij de promo horen. Ja. Zeer belangrijk. Ja. We kunnen het boek ook vinden op Good Stuff Books. Ja, op de website, maar het is ook overal te vinden, online en ook in standaard boekhandel ligt die overal. Alright, fantastisch. Lieve menskijker, ik kan alleen maar zeggen, als je deze zomer op vakantie of in België gewoon nog leuke lectuur zoekt, niets is alles wat er is van Erik Segers. Erik, misschien toch ook heel even een vraagje over die andere tak van jou. Maar in het interviewen, is soms niet ook alles wat er is, maar heb je zo nog herinneringen of momenten dat je denkt, ah wel, en daar, dat vond ik nu eens een uniek interview met die persoon of met die man, vrouw, die ik geïnterviewd heb? Wat voor mij altijd zeer bijzonder was Robin Williams. Ja, alright. Echt wel, dat was in New York, dat was 20 jaar geleden, toen konden we nog naar New York vliegen voor interviews te doen. Dat was wel leuk, ik heb daar Meryl Streep geïnterviewd. Maar Robin Williams, die was echt gek. Was een unieke ervaring. Ja, en die heeft me echt zo gehukt zo. Hij was ook een beetje echt gek zo eigenlijk. Misschien moet je het boek in het Engels een keertje naar hem opsturen, hè?
Robin Williams is gestorven. Ah, Robin Williams. Robin, sorry, acteur, ik dacht Robbie acteur. Williams. Nee, Robbie, die, ah, ja, ja, Robin, nee, ja, nee, dan wordt het wat moeilijk om dat op te sturen. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is een unieke ervaring wel, ja, ja, denk ik. Ja. All right. Ik vind het ook een zeer unieke ervaring om jou te mogen interviewen vandaag. Ja? Ik en... moet me inhouden om geen vragen aan jou te stellen. Is waar, maar ja, kijk, laat het komen. Ondertussen ga ik een belofte doen en dat is dat ik het boek ga lezen. Okay. En u thuis, lieve mensenkijker, hopelijk ook. En tot een volgende Iets Nieuws onder de zon.